Een hele goede morgen. We staan hier bij de stad, bij de tent, op het Domineeskamp, bij de Sallandse Wandelvierdaagse. De 20 kilometer is toen net van start gegaan. Vanmiddag gaan we beginnen met de kidsroute, maar eerst gaan we een kijkje nemen bij de 20 kilometer. We zijn nu aangekomen bij het eerste rustpunt in Heino, Kasteel Nijenhuis. De mensen stromen hier rustig binnen, kunnen hier een kopje koffie of lekker wat eten en dan gaan ze weer verder. We staan hier nu op het Domineeskamp en de kinderen zijn nu van start gegaan met de kidsroute. Na een korte warming-up in de tent op het Domineeskamp gaan de kinderen nu richting Ramelen. Daarna richting het Drostenkamp en dan via het Hettenkamp weer naar de Domineeskamp. We zijn aan het einde gekomen van dag 1. Mensen stromen nu rustig de tent binnen om nog wat te drinken en zich voor te bereiden op dag 2.